Verder strak in de minor. Live. Ilion 3FM. Komt-ie. Okay. Van terugkomen. Lennart, ik vergeleek jullie, zonder dat ik echt goed naar geluisterd had, een beetje met Within Temptation, maar de waarheid is gewoon dat ik Within Temptation haat, en dit vond ik echt te gek. Nee, maar dit vond ik echt te gek. In het kader van de songtekst, Somebody Tell Me What's Going Wrong, nou, er ging inderdaad iets mis met een gitaar, maar verder, het is ook echt de sms-box, ook 3-3-3-3. Wat een lekker muziekje, nog een keer, dikke 8 zonder gitaren, doe je haar met die gitaar, lekker hoor, kippenvel moment, gewoon goede shit, wow, 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 klinkt echt super, ik wil ze live zien, veruit de beste band op de gang ooit, een dijk van een stem, maakt dit bandje 3FM serious talent, dat verdienen ze, klinkt te gek, wauw, wat goed, speakers zijn kapot, tranen in de ogen, Bert, ik zit met kippenvel, wat een stem, die zangeres klinkt heel erg goed. Die lui komen er wel. Heerlijke muziek op een festival. 10 points. Greet Peter. Gaat maar door, joh. Dat is echt niet normaal, man. Nou, heel erg bedankt. Voor de duidelijkheid. Mensen die net inschakelen. Ze hebben dus nog nooit een optreden gedaan. Ze hebben net 1 keer geoefend met elkaar in de studio. Wat liedjes geschreven. Er is geen album. Nog helemaal niks. Ze zijn nog geen eens een jaar bij elkaar. En dan dit gewoon. Ja. Ik vind het echt 3 werf hulde, mensen. Ik kan niet anders zeggen. Gewoon nog een keer applaus. Bedankt voor het komen en een fijne reis naar huis. En,
Ik zou zeggen, hou contact ook, hè? Ja, zeker. Als er wat hartstikke is, bedankt. Dan hoor ik het wel. Yo, bedankt voor het komen. Yo. Bedankt. Helemaal goed zeg. Winnaars van de demo donderdag van gisteren staan vandaag acte présence te geven hier op de 3FM gang. En met wat voor niveau, joh, hey, jezus. Het mailadres is bert@3fm.nl.